Pause is een begeleidings- en ondersteuningstraject voor ouders met één of meer kinderen met autisme. Die met behulp van hun huishond het kind helpen bij de opvoeding. Alleen al het feit dat die hond er is, dat helpt vaak. Dan kan je denken bij mensen waarbij de kinderen thuiskomen uit school. Het feit dat die hond er is, dat je daar je verhaal aan kwijt kan. Maar ook door het eerder stoppen van een woedeuitbarsting, door het beginnen en het eindigen van een opdracht. Nou, dat soort zaken kunnen ze samen mee aan de slag. Pauls is gestart in 2011 als voortvloeisel uit de autismegeleidehond. De autismegeleidehond is een hond die wij hier bij KNGF trainen. Maar omdat door de strenge eisen er veel gezinnen buiten de boot vielen, kwam Pauls op ons pad. En in de afgelopen 10 jaar hebben we al zo'n 1500 gezinnen kunnen helpen. Dat kunnen we natuurlijk nooit met het trainen van de autismegeleidehond. En wat best bijzonder is, is dat Pauls ook inmiddels internationaal is. Dus ook in Spanje, Engeland, Australië en België worden Pauls cursussen gegeven. Dus het trainen van je eigen hond, je eigen huishond en samen met die hond het opvoeden van je kinderen. Ja, dat is fantastisch en dat gaat ook heel goed. Ouders zijn er ontzettend enthousiast over. Kian heeft autisme. Dat is vastgesteld toen hij 1 jaar of 2,5 was. Daarin kwamen we erachter omdat hij op een aparte manier aan het spelen was. Hij rangschikte al zijn speelgoed. Het stond allemaal op dezelfde manier, op dezelfde plek op tafel. En als je het omdraaide, dan raakte hij er helemaal, helemaal boos werd hij daarvan. En wat we zagen is dat hij vooral heel veel driftbuien had. Met 2,5 kwamen we er ook bij dat hij eigenlijk nog helemaal niet praatte. Ik heb al honden natuurlijk en ik merkte dat Kian daar gewoon heel erg goed op reageerde. Veel meer buiten met ons bezig was en veel meer contact maakte, veel meer oplette. Want waar de hond is, daar is Kian. En op die manier kom je al gauw op de KNGF-site en dan zie je de autisme geleide honden. En dan zie je eigenlijk al dat je bij de PAS workshop cursus gewoon heel veel dingen met je eigen hond kan gaan leren en trainen. En dat vond ik echt wel heel interessant en echt superleuk. Vet, kom op. Iedere hond zou geschikt kunnen zijn voor een kind met autisme. Maar wat belangrijk is, is dat een hond heel stabiel is. Dus schrikachtig zijn of heel erg de hulp nodig hebben van een baas is niet heel handig. En een hond met heel veel jachtdrift zou ook onprettig zijn, omdat zo'n hond bijvoorbeeld tijdens het loslopen erg ver weg gaat. Dus een hond die erg op mensen gericht is, graag wil samenwerken met een mens, is de meest geschikte hond hiervoor. Het leuke is dat een hond van nature vaak een soort rust uitstraalt. En een kind heeft vaak last van allerlei prikkels uit de omgeving. Maar zodra een kind en de hond samen zijn, focust een kind zich op de hond. En door de rust van de hond worden alle prikkels in de omgeving een soort gefilterd tot één focus. En dat is de hond. En daardoor kan een kind weer makkelijker mee in een vreemde omgeving waar heel veel prikkels zijn. Omdat ze zich gewoon echt op de hond gaan focussen. En dan kunnen ouders weer even naar iets toe waar meer prikkels zijn. Bijvoorbeeld een Sinterklaasintocht of een kinderboerderij of een speeltuin. Voorheen rende Kian altijd gewoon de straat over en had geen idee wat auto's, fietsen enzovoort betekenen eigenlijk. En nu zien we met de honden, heb ik altijd geleerd, commando wacht. Dat ze bij de stoep altijd even stilstaan en dat we gewoon rustig kunnen oversteken. En naarmate ik dat heel vaak heb benoemd, zie ik ook dat Kian dat gewoon meeneemt met de honden. Dus we hebben nu gewoon 3 stuks die netjes staan te wachten voor het oversteken. Wat ik wel doe, is dat wij vaak 2 lijnen aan de halsband van Gips doen. En 1 lijn is dan wat langer, die heb ik Kian vast en de korte lijn heb ik vast, zodat ik vooral de controle over Gips heb. Maar dat Kian wel samen met mij de honden uitlaat en eigenlijk ook daarmee een stukje stoerheid krijgt daarin, zeg maar.
Waar mijn hart sneller van gaat kloppen, is dat als ik merk, en dat ervaar ik best wel vaak, dat wij dan een bijdrage hebben kunnen leveren aan ouders, dat ze de hond en het hondengedrag meer gaan zien. Dat ze er meer oog voor gaan krijgen van, oh, mijn hond doet dat met zijn lichaam of met zijn lichaamstaal, of die geeft die signalen en dat betekent dat. Want uiteindelijk willen we dat de communicatie tussen kind en hond zo positief mogelijk en prettig verloopt. Dus als ouders dat meer zien, kunnen zij ook hun kind beter begeleiden in het contact. En dat is weer heel hoopvol voor een mooie band tussen kind en hond. Ja, wat leuke voorbeelden die ik in de jaren gehoord heb, is wel dat mensen zeggen, de hond is er voor het hele gezin. Dus niet alleen voor ons kind met autisme, maar we zijn er eigenlijk allemaal gelukkiger van geworden. De een kan er even mee gaan wandelen, de ander gaat een stukje fietsen. En dat is soms na een dag, juist met alle spanningen die een kind met autisme soms met zich meebrengt, een hele fijne ontspanning. Ja, wat het ons in huis ook mee heeft gekregen, is dat Kian ook een stuk rustiger blijft. En eigenlijk helemaal niet meer zover komt dat hij een driftbui zou moeten krijgen. Dat hij gewoon echt de rust kan oppakken bij Gips samen. Ik merk ook, we hebben het laatste keertje gehad dat hij een hele zware dag op school had. En dat hebben we zelf nog niet meegemaakt. En vervolgens ligt hij op de bank en gaat Gips met zijn hoofd over hem heen liggen. En zie je ook echt dat hij compleet ontspant. Gips en Kian die lezen ook vaak samen een boekje. Kian die had natuurlijk heel veel last van het probleem dat hij niet tot nauwelijks praatte. En hij heeft doorgehad nu dat Gips samen met hem graag een boek wil lezen. En dan zit hij mooi op zijn stoeltje en gaat Gips ernaast staan. En dan laat hij ook echt de plaatjes zien aan Gips. En zegt hij, kijk Gips, dat is dit. En dan benoemt hij het. En dan zie je ook echt dat Gips echt in het boek kijkt. En dat merk je echt dat Kian dat heel erg leuk vindt. En daardoor dus meer gaat lezen, meer gaat praten. Een van de dingen die we altijd leuk vinden om aan ouders te leren, is dat ze hun hond kunnen leren om een dobbelsteen te rollen. Nana, kijk eens. Even wachten. Ik zal eerst laten zien hoe het eindresultaat uitziet. Dus een hond die de dobbelsteen ook daadwerkelijk rolt. En daarna zal ik iets vertellen over wat er nou zo leuk aan is dat jouw hond dit straks kan. Of dat jouw hond dit van jou leert. Wachten. Anna, dobbel. Goed zo. Het leuke hiervan, als jouw hond de dobbelsteen kan rollen, is dat je je kind op die manier kan helpen om keuzes te maken. Je kan bijvoorbeeld elke kant van de dobbelsteen koppelen aan iets voor op brood. Dus bijvoorbeeld kaas, worst, hagelslag. Waarmee je de hond kunt laten kiezen wat je kind op brood doet. En op die manier dan misschien voorkomt dat het een spanning oplevert of keuzestress, omdat keuzes maken soms best wel moeilijk is. Dus het is een hele leuke en het is makkelijk aan te leren aan je hond. Wat een leuke oefening is als je kind het lezen niet zo leuk vindt of niet zo spannend, om je hond daarbij te betrekken. Dus je legt een koekje achter iedere bladzijde neer en als je kind een stukje gelezen heeft en de bladzij omslaat, mag je hond het koekje hebben. Maar dat is proberen, Nana. Dus Harry vindt het als hij op een dag gaat zoeken naar iets heel bijzonders. Harry denkt, misschien heeft het schaduw nodig. Misschien heeft het te koud. Of staat het ondersteboven? De workshops worden gehouden in Amstelveen en in Hilvarenbeek. Wij zijn nu op de locatie in Amstelveen. We starten ze in het voorjaar en in het najaar. En het zijn cursussen of workshops van 3 keer een dag. Maar wat we ook heel veel zien is dat ouders heel blij zijn elkaar te treffen in de groep. Omdat de groep vaak heel gemengd is. De een heeft misschien al een hond, de ander nog niet. Alle ouders hebben ervaring met een kind met autisme. Dus ze hebben heel veel te delen met elkaar. Ouders die nog geen hond hebben of aan het nadenken zijn, willen we een hond in ons gezin? Zijn van harte welkom bij de POS. Eigenlijk is de POS er ook juist voor bedoeld, voor ouders die afweging nog aan het maken zijn. Omdat de 3 dagen kunnen heel erg helpen om daar een beslissing in te nemen. Om alle voor- en nadelen van het hebben van een hond of de dingen die je ervan verwacht, wat een hond kan betekenen ten aanzien van je kind. En die 3 dagen geven daar echt duidelijkheid over. En soms beslissen mensen dan ook, we gaan het niet doen. En dat is ook prima.
Mensen die hebben vaak een reëel beeld gekregen van het kost ons tijd. We moeten extra inzetten, want een puppy wat opgevoed moet worden, dat is bijterig, moet zindelijk worden. Je bent er energie aan kwijt. Maar als je een aardige leidraad hebt van hoe je het wilt gaan aanpakken, durven de meeste gezinnen eraan te beginnen.